ben je bezig met een eigen stijl ontwikkelen natuurlijk als fotograaf. En ja, je werk spreekt gewoon voor zich in feite. Dat is je onderscheidende factor met andere fotografen. Hoe zie je Amsterdam in context met fotografie? Denk je dat het een goede stad is om te beginnen? Ja, ik denk dat hier sowieso veel gebeurt. Dus veel bureaus zitten hier, modellenbureaus, reclamebureaus, weet ik veel. Alles zit eigenlijk in Amsterdam. En ja, ik wil niet zeggen dat ik met die reden hier ben gekomen, want ik hou gewoon van Amsterdam en ik wilde hier altijd al wonen. Vandaar dat ik hier nu ook zit, maar het helpt zeker gewoon, want je komt mensen tegen, je gaat uit hier. Mensen die je tegenkomen, die doen ook verschillende dingen. Je komt in aanraking met mensen die wat voor je kunnen betekenen en waar jij wat voor kan betekenen, dus dat is zeker handig, ja. Ik ben Celine Brinkgever, ik ben model en we hebben net samen een shoot gedaan. Hoe vond je het om met Marnik samen te werken? Ja, heel leuk. Het was de derde keer, dus we kennen elkaar al wel een beetje. En ja, het was leuk. Je kan het niet echt vergelijken met het werk van iemand anders. Hij doet lekker zijn eigen dingen en gewoon heel relaxed. Walks on home, sigh from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Gossip.